omdat de kerst tegenwoordig meer draait om de commercie en het krijgen of in stand houden van obesitas, presenteer ik u Tobesitas, een samenvoeging van tabakkie en obesitas. Daarin kan ik voorafgaand aan de kerst 7 eetvideo's uitzenden. Dames en heren, kijkbuiskinderen. Zoals u in eerdere berichtgeving al heeft kunnen vernemen, dacht ik dat een vers gemaakt kaasje misschien wel lekker zou zijn in een salade. En dat is exact wat ik deze aflevering ga proberen. Dit wordt weer een nieuwe aflevering van Koken met Tabakkie. De enige kookshow waar we de helft doen op gevoel en de andere helft gewoon op goed geluk. Dus we nemen weer één pak volle melk. Ik weet gastenhuis in de fik. Dit al waar. Ik heb net die pan uitgespoeld. Of ja, ik had eigenlijk vooral geprobeerd of er een hele liter in kon in die pan. Daarom was hij nat. Maar, dan had ik een tactisch zoutje gemaakt. Want ik heb ook een steelpan in diezelfde boot. En daar heb ik één deksel bij. Bij die twee pannen. Dus, nou is het zo dat die deksel die was ik dus vergeten af te wassen van tevoren. Nemen wij een witlof. Een bord. Overigens in die andere pan, hier zo, daar heb ik al een theedoek in zitten om uit te koken. Kijk, een comma lifehack, daar zit al met zijn plasticje om. Doe ik altijd gewoon zo. Snij je een stuk af en dan doen we weer gewoon terug het plastic in. Nou dacht ik eigenlijk een tomaatje erin, dat zou ook wel lekker zijn. Maar dat bedacht ik me gisteravond pas, toen ik aan het verzinnen was. En het feit was dat ik gistermiddag naar de winkel was geweest. Maar de tomaten, het is ook niet echt tijd voor het jaar voor salades. Ja, hoewel het eigenlijk altijd tijd is voor salades. Maar ja, dat is eigenlijk meer zomergerecht. En de tomaten die zijn toch niet heel zoet op dit moment. Dus ik doe een appeltje bij voor het zoetje. Oh, mijn melk geëvacueerd! Blij dat ik maar bij zijn moeder woon. Die vond er vast wel van bij dat pannetje hier nou even het hele van haar zon staat te squirten. Nou, dan nemen we een uitje. Doen we er ook bij. Denk je misschien een uitje, je hebt die ui en dan heb je een hele scherpe smaak. Zo. Dat maakt niet uit wat je ermee doet. Ja, als je ze door macaroni doet, dan gaat het wel. Maar dat je zelfs ook vrienden dan speciaal neemt, dan nog door je neus zo proeft, zeg maar. Hè? Heb ik wel voor, als je die zo in een half uitje, zeg maar, in een bakje doet. Ja, je snijdt zeg maar en dan een paar dagen laat staan, dan is hij een stuk minder scherp. Nou, dan een flinke scheut citroen erbij. Ik wou zeggen, dat zou je nou moeten gaan schiften, maar nou begint hij ook langzaam. En na de vorige keer heb ik iets meer vertrouwen in gekregen.
Dus nou durf ik hem wel een beetje op smaak te brengen met zout en peper. Nou, dit even aan de kant zetten. Dit ook, denk ik. Nou, de vorige keer, ik weet niet of ik het helemaal goed heb laten zien. En ik dus doe eigenlijk dus die theedoek in deze. En dan zet ik die in die. Oeh, lekker. Die is. Het water heeft weer een iets wat dubieuze rode kleur gekregen. Net zoals de vorige keer. Als iemand zich afvraagt, is best waar. Kijk, dan hebben we dus dit en die ga ik heel even laten rusten. Dat je een klein beetje kan afkoelen, want die is natuurlijk nou nog warm. En de rest is koud. Dus daar matcht die zo goed bij elkaar. En dan ga ik hier even de hele rommel opruimen. Ik ga gasfornuis afnemen, want dat heeft dat pannetje dus helemaal ondergesqueurd. En daarom had ik de vorige keer ook een grotere pan gepakt. En ik dacht nou, oh die pan is eigenlijk ook wel groot genoeg om het, om die doeken uit te kopen. Maar ik had beter die pan kunnen pakken toch. Voor de kaas dan. Dat is nou niet beneden de gasfornuis. En ik had misschien iets meer aandacht moeten besteden aan het roeren, want... oh hier, moet je zien. Nou, ik ga even een beetje poetsen. Dat geloven jullie denk ik wel, dus tot zo. Nou, kijk bij de kinderen. Het ziet er een heel stuk schoner uit. Nou is ondertussen ook de groentespul waar de koelkast is gekomen, is een beetje geacclimatiseerd. Een beetje op temperatuur gekomen. Dan is het niet zo freaking koud. Nou, ik heb niet al dat kaasje gebruikt. Ik heb nog een beetje. Ik denk dat ik ongeveer de helft heb gebruikt. Dit stond er even niet in mijn recept. Een heel klein druppje extra virgin. Nog een goede tijd, dat kan nog in het water. Olijfolie. Doen we een klein beetje groenigheid op. Waarom doen we dat? Dan ziet het er duurder uit. Peterselie. Nou, dan ga ik even een sfeerbeeldje maken. Dan gaan we het smaak recenseren. Als je nou een zoete uiennaadjes hebt, zou ik dat doen? Ja, alle smaken die komen eigenlijk wel vrij goed... lekker uitgewoon. En dit is wel gewoon goed voedsel. Het is, laten we het zo zeggen, boven verwachting. Ja, de smaken die mengen ook goed met elkaar. Die proef je wel een beetje, maar die is niet kei scherp. Die heeft wel echt effect gehad om hem te laten liggen even een tijdje. Tomaatje was er misschien ook nog wel lekker bij geweest, maar dat had ik niet. En ik zeg altijd maar zo, je moet broeken met de riemen die je hebt.
Welkom op de Tabakkie Oudjaarsconferentie Adventkalender. We openen hier iedere week een vakje. Dan krijg je al een klein hapje uit de show. En op 31 december, 8:30, krijg je alle vakjes als een aanval van acute obesitas over je heen. Hetzelfde als dat ze vroeger in de arena iemand voor de leeuw gooiden. En die leeuw zei... Ja, stel even siesta. Kijk maar wat ik doe. Kom dat zien. Markeer het met de medium stil in je agenda. Oudjaarsavond, 8:30. Cancel al je afspraken, want dit wordt groot.